Morgen Frank, goedemorgen Martin. Hey, we zitten hier in View 49 en het gaat niet over de winkel. Maar om even bij te kletsen over de coronamaatregelen en de veiligheid in Middelburg. En jij bent hier als, in de rol van voorzitter van de Vereniging Ondernemers. Jij bent voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Middelburg. Mondvol. Ja. Maar als het goed is zijn jullie wel op de hoogte van de ontwikkelingen. Kan jij eens wat zeggen Frank, hoe is het nu in de binnenstad? Op dit moment is het in de binnenstad druk. Dat kunnen we allemaal ervaren. We hebben gisteren weer overleg met de gemeente gehad in ons tweewekelijks crisisoverleg. En daar is de drukte die nu plaatsvindt in Middelburg duidelijk onder de aandacht gekomen. We hebben daar weer wat stappen ingenomen. We gaan toch de looprichting aangeven door middel van stickers op de vloer. Die worden binnenkort geplaatst. En we zijn heel nadrukkelijk bezig in opdracht van de Veiligheidsregio Zeeland om de ondernemers van Middelburg waakzaam te maken op het beleid in hun winkels om zoveel mogelijk de bezoekers te kunnen reguleren en een veilig gevoel te geven. Ja, en er zijn natuurlijk best wel wat maatregelen geweest. Nou, een veel besproken onderwerp waren de fietsrekken die weg werden gehaald. Ja. En het verbieden op fietsparkeren in het centrum, dus het belangrijkste deel. Dat gaat nu redelijk goed volgens mij. Ja, we kunnen aangeven dat we dat nu redelijk geslaagd vinden worden, 80% ongeveer. We streven natuurlijk nog meer om de veiligheid te waarborgen. En daarnaast zijn we met onze marketingcampagne die nu draait, gaan we één stapje terug om de bezoeker te laten zien wat we doen in Middelburg en hoe je zo veilig mogelijk kunt verplaatsen in Middelburg. Ja, precies. En daarin vragen we duidelijk aandacht om vermijd zoveel mogelijk de drukke dagen. Kom voor 11 uur. Kom wel naar Middelburg, prima. Maar bezoek ook de straten, de mooie monumentale straten rondom Middelburg. Zo kunnen we meer bezoekers van onze prachtige stad laten genieten. Ja, precies. En ik kreeg gisteren ook een berichtje van de gemeente Middelburg dat er vanaf morgen een flyer komt. Klopt. Waarbij de routes en de parkeerplaatsen duidelijk staan. En ook de nadruk ligt op precies wat jij nu zegt. Ja, klopt. Dus die is vanaf morgen beschikbaar. En Martin, de horeca, ik bedoel, ik begreep net al van je, met de hotels gaat het goed. Die zijn goed bezet. Ja. Er was natuurlijk ook de uitbreiding van de terrassen. Nou, voor zover ik dat kan zien en hoor, is iedereen daar ook behoorlijk tevreden over? Ja, daar zijn we heel erg tevreden over. Daar zijn we ook heel erg blij mee. Is zeker iets wat een goed iets is om ook de komende jaren misschien voor te zetten. Maar dan neem ik even een voorsprong die ik misschien niet moet nemen, maar toch gedaan heb. Inderdaad, wat Frank zei, kom vooral voor 10 uur, 11 uur. Wij zeggen vooral, kom vooral ook na 4 uur, 5 uur. Kom lekker op de terrassen zitten. Kom lekker naar de restaurants. De meeste werken met shifts. En ook dat werkt goed. In verhouding is er best wel wat capaciteit ook in de restaurants op deze manier. En probeer ook de middelbeurs ondernemers, de winkeliers, maar ook de horeca te ondersteunen. Koop eigen waar, dan helpen wij elkaar. Om maar even simpel iets te zeggen. Ja. Wat gewoon helpt. Je ziet inderdaad dat er ontzettend veel toerisme is. Mensen uit België, Duitsland en omgeving komen heel graag naar deze omgeving toe. Dat zie je ook. Je ziet ook de drukte daarvan. Het is voor ons heel moeilijk om en over de gemeente en noem maar op wat we gisteren ook besproken hebben, om dat te reguleren, om te vragen van joh, kom voor 10 en na 4. Maar we vragen het wel eigenlijk aan de vaste bezoekers. Jullie zelf ook al gemerkt hebben, het is gewoon druk. Er zijn heel veel mensen. Kom op rustige tijden. En dan zien jullie van harte welkom. Ja, nou, dat is heel duidelijk. Waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, want ik hoor natuurlijk wel eens wat van een enkele ondernemer, maar de algemene teneuren redt de horeca het een beetje. Want er zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld de nachtzaken zijn nog steeds gesloten. Poppodium, de spot, dat soort zaken. Ja, dat blijft toch lastig. Zit daar nog een toekomstperspectief in voor de komende? We zijn natuurlijk, de laatste dagen zie je ook alweer inderdaad de toename van de coronagevallen van de besmettingen landelijk. Op Walcheren valt het nog mee, maar het blijft spannend, ja. Ik het zo zeggen. Wij vrezen wel het najaar en de winter, ja. Wat er daar gaat gebeuren. Want je hebt gewoon heel veel zaken waar gewoon niet veel mensen in kunnen. Precies, ja. Zeker met de 1,5 meter. En zoals het er nu naar uitziet, zal die sowieso gehandhaafd gaan worden. Want althans, dat is mijn vermoeden. Dat zal inhouden dat een moeilijke periode wordt. Ja. Dus we zijn er nog lang niet, maar we zijn wel op de goede weg. En er is volop aandacht voor alles wat speelt. Ja, zeker. Tot slot, wat we al eerder zeiden, vermijd zoveel mogelijk de drukte
En gebruik alsjeblieft met elkaar het gezonde verstand. Laten we begrip voor elkaar hebben. Dat is nog wel soms een klein dingetje. Ja, is een dingetje. Mensen vergeten het sneller, maar we doen ons best. Dank jullie hartelijk voor de toelichting en een mooie donderdag gewenst.